Goedenavond allemaal, broers en zusjes in Jezus. En ook degene die kijken via het internet. Ik wou jullie weer het woord brengen van God. Voordat ik dat doe, wil ik wel eerst nog voor bidden. Heere, dank u wel dat we weer bij elkaar mogen zijn om te leren uit uw woord. Heere, help mij om uw woord te brengen. Laat uw geest door mij heen spreken, Heere. En zet ons hart open voor u. Heere, wilt u alles wat niet van u is, dat verbreek ik in de naam van Jezus. Elk ongeloof, Heere, en ook de God van deze eeuw, ik verbreek dat ook in de naam van Jezus. Dat uw evangelie, Heere, open en duidelijk is. Heren, en wil ook nog bidden voor vandaag, omdat het ook een bijzondere dag is. Dat koning Willem-Alexander jarig is. Heren, ik wil ook bidden voor hem en voor het koningshuis. Heren, dat hij u mag blijven dienen en volgen. En ook de regering bid ik ook voor dit land, Heer. Dat er altijd christenen zullen zijn die in de regering zitten. En dat uw woord, Heere, hoog wordt gehouden. Heere, dat u nog de goddeloosheid wil houden in dit land. Dit bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ja, en omdat het vandaag Koningsdag is, wou ik het eigenlijk hebben over de grote koning en dat is Jezus. Want daar draait alles om in het leven. En Jezus is degene die echt de koning is, der koningen. En die straks zal regeren over alles en iedereen wat hij nu ook doet. En ik vind het belangrijk om Gods woord is ook goed om te herhalen. Steeds als je Gods woord weer leest en herleest, ontdek je weer nieuwe dingen. En het geeft een verdieping in je leven. En ik vind het ook heel erg belangrijk om het over Jezus te hebben. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En door hem kun je alleen maar behouden worden. En ik wil eigenlijk een beetje een korte samenvatting proberen te geven. Wat Jezus zegt over het volgen van hem en het hen aannemen. En dan begin ik even bij Matteüs. Matteüs 8. Daar zegt Jezus ook van, als je mij wil volgen, dan is het belangrijk dat je dat ook werkelijk doet met je hele hart. Je kan niet een beetje half om half om half. En Jezus zegt ook van, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, je kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus je moet hem echt volgen. Je kan niet en met je ene been in, half in de wereld en dan iets van hem en een beetje heen en weer gaan. Of je kiest voor hem of je kiest niet voor hem. En soms moet je in je leven keuzes maken dat je echt voor hem kiest. Daar komt het echt van op aan. Dit is een belangrijk woord wat Jezus zegt. En maar in Matteüs 10, dan zegt Jezus ook van, en ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Het is belangrijk dat je, ja,
Dat je voor hem kiest en dat je ook voor hem durft uit te komen. En Jezus vraagt je hele hart. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Ook heel belangrijk. En Jezus zegt ook, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. En dat doet Jezus, de uitnodiging. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Bij hem alleen moet je het zoeken. Wat er ook is in deze wereld, wat buiten hem om is, geeft alleen maar jukken. En alle religies, al die mooie religies die er zijn, die hebben alleen maar jukken. En wat is het kenmerkende van Jezus? Jezus die zegt ook in zijn woord, ik heb de macht om mijn leven af te leggen. En ik heb ook de macht om het leven weer op mij te nemen. Dus toen hij stierf, heeft hij dat ook heel bewust gedaan. Kijk, als wij sterven, als je doodgaat, dan wordt dat eigenlijk bepaald door God. Maar Jezus heeft het heel doelbewust gedaan. En hij is weer uit de dood opgestaan. En daarom is zijn woorden waarheid, want er is geen één enkel ander mens die dat ooit gelukt is. En geen één ander enkel profeet. Je hebt Boeddha, je hebt Mohammed. Je hebt zoveel godsdiensten. Maar Jezus is de enige die het leven heeft. Dus neem Jezus aan. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Amen. In Matteüs 14, dan gaat het over Petrus, die dan zegt tegen de Heer, als hij Jezus op het water ziet lopen, Heer, mag ik tot u komen? En dan zegt Jezus, ja, stap de boot maar uit. Dus Petrus loopt over de golven naar hem toe. Dat is eigenlijk ook een heel belangrijk in het geestelijk leven. Kunnen wij ook naar Jezus toe lopen. Alleen, wij worden heel vaak geplaagd door geestelijke misstanden of valkuilen, waardoor je eigenlijk weer in het moeras terugzakt. Het is zo belangrijk om je focus op Jezus te hebben en te houden. En Jezus zegt ook tegen Petrus, klein gelovige, wees niet bang, maar zie op naar mij. In Matteüs 18, ik doorwandel het even een beetje. O
ook dat is heel belangrijk. En Jezus, wie is de grootste in het koninkrijk der hemelen? En hij riep een kind tot zich en plaatste dat in hun midden en zeide: voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk van de hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En in ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar in ieder die in een deze kleine die in mij geloven tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in het diepste der zee. Dus God wil dat wij worden als de kinderen, eenvoudig, gelovend, vertrouwen. En ook dat Jezus waarschuwt ervoor, omdat er heel veel verleidingen zijn in de wereld. God wil dat je heel dicht bij hem leeft. Indien uw hand en uw voet u tot zonde verleidt, houd hem af. Het is beter dat je met één voet of één hand de hemel ingaat of in het koninkrijk binnengaat, dan dat je met beide in de hel wordt gegooid. Dus zie toe hoe je leeft. Zie toe hoe je wandelt. En het is ook heel gevaarlijk om als mensen te goede trouw zijn en geloven in God. En je neemt hun dat geloof af. Wat zegt Jezus daarvan? Want ik zeg u dat de engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te behouden. Dus God zal het je zeer kwalijk nemen als je iemand verleidt tot zonde. Ja. En er zijn echt mensen die dat doen. Ook door valse leringen. Want mensen echt tot dwaling komen. En van de waarheid afwijken. God zal die mensen nog meer straffen. En verder is het ook heel erg belangrijk om tijd te nemen voor Jezus. Het is beter dat je eerst luistert naar God dan dat je iets gaat doen. Want daar zijn Martha en Maria ook een voorbeeld van. Martha was heel druk met alles. Maar Jezus zei later tegen Martha: maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. Ga met overleg te werk. Wij denken vaak van als je iets doet, van ja, dat doe ik voor God. Maar je kan beter eerst stil zijn voor God en luisteren: Heren, wat wilt u dat ik ga doen? Want je kan zo verschrikkelijk veel doen in het leven. En je kan je net zo druk maken als je maar wil. Want Jezus die zegt ook tegen Martha van ja, je maakt je druk om vele dingen. Maar waar gaat het nou uiteindelijk om? Dat je rust, ja, dat je in de rust bent voor de Heer en dat je zijn stem leert verstaan, wat de Heer werkelijk van je vraagt. En je moet eerder niet iets doen dan wel. Je doet heel gauw te veel. Dan wou ik nog even naar Johannes gaan. Daar zegt God ook hele belangrijke dingen. En wel die bekende tekst in Johannes 3. Want daar gaat het nou om. Dat is de tekst.
ja, alles is natuurlijk belangrijk, maar... Want alzo, dat staat in Johannes 3, vers 16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht. Opdat zij zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Ja, dit is waar het helemaal om draait in deze wereld. Of je wil God aannemen en je wordt behouden. Of je neemt God niet aan en dan ben je buiten God. En dan rust de toorn van God op je. Dat God uiteindelijk dat ook gaat veroordelen als Jezus gaat terugkomen. Dus daarom mensen, neem Jezus aan voor het te laat is. Neem Jezus alsjeblieft aan. Je kunt nu nog voor hem kiezen. Dus denk er goed over na dat je kiest. En Jezus zegt ook in Johannes 14, dat Jezus is het levende water. Als je dorst hem, kom tot hem, dan zal hij je het levende water geven. En dat zal worden als een fontein dat springt ten eeuwige leven. Dus zijn woorden hebben leven. En zijn woorden hebben kracht. En in Johannes 5. Daar geeft Jezus een getuigenis van zichzelf. Dat is ook eigenlijk wel belangrijk. Want hij heeft heel vaak, toen hij op aarde was, heel veel discussies gehad met de schriftgeleerden en de fariseërs. En dan zegt Jezus ook, dan heeft hij het ook steeds over zijn vader. Jezus zegt dan ook van zichzelf, ik kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze. Opdat gij u verwondert. Want ook de Vader oordeelt niemand... maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Ik zeg u, de uren komt en is nu gekomen, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen.
En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. Dus niemand kan tot de Vader gaan dan door Jezus. En Jezus zegt ook in Johannes 8 dat hij het licht der wereld is. En hij heeft het ook nog over het lichaam, over het oog. De lamp van het lichaam is het oog. Daarom is het ook belangrijk dat je zuiver bent, want dan ben je licht. Maar ben je niet zuiver, dan leef je in de duisternis. Dus God wil dat je licht bent. En dat je ook in het licht wandelt. En verder zegt Jezus ook over zichzelf dat hij gekomen is om het oordeel te brengen in deze wereld. En degene die zien, die zullen blind worden, geestelijk dan. En degene die blind zijn, ziende worden. En ook zegt Jezus ook over, ik ben ook gekomen om vuur te brengen op deze aarde. En ook tweedracht. De kinderen tegen de ouders en de ouders tegen de kinderen. Jezus, het is gewoon belangrijk dat je voor hem kiest. Kies je niet voor hem, dan ben je eigenlijk een vijand van God geworden. En andersom ook. Als je... als je voor God kiest, dan is de duivel eigenlijk je vijand. En zo gaat het door alle menselijke geslachten heen. Verder heeft Jezus erover dat hij de deur is. Je kan alleen maar door Jezus door de deur binnen gaan. En Jezus zegt ook dat hij de goede herder is. Als je niet door die deur binnenkomt en je gaat buiten die deur om, dan ben je eigenlijk een dief. Of God verwerpt dat. Je kan alleen maar komen door Jezus. Dat staat ook in Johannes 10. Jezus zegt ook, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. En dan heeft Jezus het over die huurling. Als een huurling... voor de schapen zou zorgen en hij ziet de wolf aankomen, dan zal hij de schapen in de steek laten. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken en ik zet mijn leven in voor de schapen. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg. En om het weder te nemen, wat ik dus daarnet al zei.
dat hij de macht heeft om het af te leggen en het weer op te nemen. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Want mijn vader heeft het mij gegeven. Gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand van mijn vader. Want ik en de vader zijn één. Dus je hoeft ook niet bang te zijn. Ook al kan de duivel je heel erg aanvallen op allerlei manieren. Als jij van Jezus bent, dan zal God je ook beschermen. Dat je bij hem blijft. En dan Johannes 3. Dan zegt Jezus nog over de voetwassing. Dan geeft hij ook nog een gebod aan ons. Gij noemt mij meester en heren. En gij zegt dat terecht. Want ik ben het. Indien nu ik uw heren en meester u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Ja, God vindt gewoon belangrijk dat we elkaar dienen door de liefde. En God wil dat wij als dienstknechten zijn voor elkaar. En dat de een zich niet belangrijker voelt dan de ander. En dat staat ook ergens in een ook van de brieven van de een acht de ander uitnemender dan zichzelf. Zo wil God dat wij die gezindheid hebben naar elkaar. En als je daarnaar handelt, dan krijg je ook blijdschap in je hart. Want het is fijn om de Heer te dienen. Je wordt er ook echt blij van. Maar helaas, er zijn ook heel veel christenen die doen dat niet. Die zijn hoogmoedig en die willen vaak niet het vuile werk opknappen voor een ander. En tenslotte nog zegt Jezus nog dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dan zegt hij ook, wie in mij gelooft, die zal ook de werken doen, nog grotere als deze, want ik ga tot de Vader en wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Dus wij mogen echt in geloof gaan staan en wij mogen echt aan de Heer grote dingen vragen. Wij zijn vaak nog wij denken vaak nog te klein van God en ook over onszelf. Maar de Heer wil echt machtige dingen door ons heen doen. En als je dat niet hebt, vraag de Heer om geloof. Want de Heer kan echt grote, machtige dingen doen. De Heer staat eigenlijk klaar om te wachten. Neem de tijd voor gebed. Neem de tijd om hem dingen te vragen. Want Jacobus zegt ook, gij hebt niet omdat gij niet bidt. En vaak, het is waar, vaak schiet het gebed erbij in, want je bent druk. Of je wil eigenlijk toch niet goed de tijd ervoor nemen, maar het is eigenlijk heel jammer. Want je laat op die manier heel veel kansen voorbij gaan.
En dan nog één belangrijk ding. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En dan zegt Jezus er nog achteraan. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dus de Heer geeft hier ook echt een belofte. En dan heeft Jezus nog over de wijnstok. Dat hij de ware wijnstok is. En wij zijn de ranken. En je weet dat de landman kan snoeien. En soms snoeit de Heer ook in ons leven. En het kan heel zeer doen. Soms moet God heel veel dingen in je leven wegsnoeien. Maar daar staat wel tegenover dat daardoor de vruchten kunnen gaan groeien. Ja, en als je dus niet in hem blijft, dus je moet, het is dus heel belangrijk dat je in Jezus blijft, want als je niet in hem blijft, zal de rank verdorren. En dan zal hij weggeworpen worden en verbrand worden. En dat zal ook gebeuren als je God niet blijft navolgen. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb. En blijf in zijn liefde. En dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, zegt Jezus, dat bidt hij. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daar gaat het om in dit leven. Zal ik stoppen of kan ik nog doorgaan? Moet ik nog doorgaan? Ja, want dan kan ik er nog iets over zeggen. Het is eigenlijk een ontdekking die ik ook gedaan heb, dat als je de vier evangeliën neemt, dan, ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, maar het boek Matthäus toont hem dat Jezus de koning is. Bijvoorbeeld een tekst is, zeg der dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen het jong van een lastdier. En Jezus is ook gezonder tot Israël in de allereerste plaats. En Marcus toont hem dat hij volkomen mens is. Dan zie je een ander aspect van hem. Zo lees je bijvoorbeeld ook in Lucas. Lucas zegt dat. Toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. En Johannes, het boek Johannes, toont hem dat hij de Zoon van God is. Wetende dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God,
aan Israël geopenbaard. En dan krijg je het boek Handelingen. En dan, ja, omdat Israël eigenlijk Jezus verworpen heeft, gaat het hel naar de heidenen toe. Maar misschien is het beter dat ik dat de volgende keer behandel. Want daar kan je ook nog heel veel over zeggen. Oké, hier laat ik het bij.